Sport Plus. Sport Plus. Of dat dat iets meer doet. Wie zegt dat? Ik heb dat niet. Wie zegt dat ik dat heb? Ah, ja, oei. Ja, ja. Oké, okay, nu heb ik echt... nu heb ik iets tofs ontdekt. Ik had het eigenlijk al een tijdje terug ontdekt. Maar dat het bestond, maar ik had het nog niet kunnen activeren. Op het internet waren er al een tijdje geruchten dat er... dat er voor deze motor, dus voor de Zero SRF elektrische motorfiets, daar heb je een aantal rijmodi op. Dus je hebt de regenmodus, de rainmode. Een andere standaardmodus is de eco-modus. Dus dan krijg je gewoon minder verbruik en kun je langer rijden met dezelfde stand. De streetmodus is de standaardmodus. En dan heb je nog de sportmodus. Maar er waren dus geruchten dat er dus naast die sportmodus nog een sportplusmodus zou zijn. En ik ben zelf ik ben softwareontwikkelaar. Van beroep, dus ik was al eens gaan kijken in de app. Nu, ik ga al op voorhand zeggen, ik kan, dat is mijn eigen motor, ik kan daarmee doen wat ik wil, dus ik kan die aanpassen, ik kan, dat is allemaal niet strafbaar, ja, zolang natuurlijk geen mensen doodrijden ermee, of accidenten doen ofzo, is allemaal, of te snel ermee rijden, maar ik kan niet stap voor stap uitleggen hoe dat jullie het moeten doen, want dat is volgens mij wel strafbaar. Ik ga je wat hints geven, maar ik ga niet stap voor stap uitleggen hoe dat ik het gedaan heb. In de app heb ik gezien dat er een admin-modus bestaat. Die admin-modus kan ik zelf niet unlocken. Maar ik heb gezien dat in die admin-modus, dat je naast die standen die ik hier nu opgenoemd heb, dat er ook nog een Sport Plus-modus bestaat. Dan ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar hoe dat ik dat zou kunnen activeren. Dus een Bluetooth-verbinding maken en je kunt die Bluetooth-verbinding hijacken. En als je dan de verschillende modi gewoon activeert, communiceert naar je motorfiets eigenlijk, of je capteert die Bluetooth-communicatie, dan kun je eigenlijk, omdat je telkens maar een klein deel van je communicatie aanpast, namelijk de modus waarin dat je hem instelt, dan kun je op die manier proberen achterhalen wat het deel is in die communicatie dat verantwoordelijk is voor het instellen van die modus. Een alternatief is, ik heb een tijdje terug ook laten zien dat ik een ODB-connector had gemaakt. Maar dus dit is de poort. En hier ligt als het goed is... Ah, hier. Ja, dit ding. Dus dat kun je daarin prikken. En dat is gewoon een USB-verbinding. Dus dan heb je een USB-verlengkabel naar je computer. En op die manier kun je ook communiceren met de motorfiets. Dan kun je ook verschillende parameters aanpassen. Maar opnieuw, om dat te kunnen doen, zit je weer met het probleem dat je die admin-login nodig hebt. Wie zegt dat? Ik heb dat niet. Wie zegt dat ik dat heb? Ja, ik heb het nog niet laten zien. Hè, nu. Maar kijk, als ik nu Rijn, Eco, Street, Sport en... kun je dat zien? Sport Plus. Ik heb hem echt nog maar net kunnen activeren. Ik heb dat gisteravond kunnen activeren. Ik heb er nog niet mee gereden. Het is nu mooi weer. Ik ga nu een ritje doen. Nu staat er mijn straatmodus, street. Ik ga mijn testrit richting een laadpaal maken, want ik kan het net niet zien, maar ik geloof dat ik iets meer dan 60% heb, want hij stond weer nog in storage. Het is opvallend hoeveel minder lawaai dat heel de aandrijving maakt. Zelfs als hem droog is, hè, is hem stiller, gewoon met die riem te verstellen. Veel wandelaars vandaag precies. Je hebt hier heel vaak georganiseerde wandeltochten. Zo ga ik mijn banden wel niet vrij warm krijgen, denk ik. Ik denk dat ik hier eraf moet. Oei, dat was mijn achterwiel dat daaruit brak. Ja, ik ga nog een keer naar sportstand gaan. Hier staat er een chique auto. Ja, daar. Sport is vinnig, maar het blijft allemaal heel controleerbaar hoor. Maar goed, ik heb nu een idee van het gevoel. Ik ga nu een keer naar Sport Plus gaan om een idee te krijgen. Sport Plus, of dat iets meer doet. Ah, ja, oei. Ja, ja. Ja, ik merk het verschil. Ja, het kan in mijn hoofd zitten, maar ik denk wel dat ik het verschil merk. Maar ja, ik zou moeten... Dat is typisch, hè. Je moet zo'n dingen kunnen niet testen zonder op het circuit te gaan, hè. Zelfs hier is het zone 50.
Maar ik ga hier even zien. Normaal. Ja. Is mijn vriendin hier. En kijk, de paal is in gebruik. Ik ben benieuwd of dat mijn... Ik ging hier komen opladen, maar ik weet niet of mijn kabel lang genoeg is. Die mens is zo'n opgerolde kabel. Ik ga snel eens proberen. Ja. Best de juiste kant. Dus het lukt niet, maar dat ik hem hier zet, zou het wel moeten lukken. Zie een keer. Ja, ik ben stom geweest. Mijn camera is plat, dus ik had beter. Ik kan die daar en zo opladen. Dus ik had hem eigenlijk kunnen opladen terwijl ik weg was. Maar dus hier ben ik. Ik heb hier. Dat is mijn schijfremslot dat ik gebruikt had als stop.